Statistieken en grafieken. Politici zijn er dol op. Dit is wat er de afgelopen 10 jaar aan niet-westerse immigratie onder Rutte naar Nederland mocht komen. U kunt het gewoon zien van jaar tot jaar. Het loopt op tot 39,1%. Bijna alle politici gebruiken zulke cijfers om hun stellingen te beargumenteren. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat het huidige kabinet niet goed werk doet. Of dat ze iets willen veranderen. En het lijkt een goed argument. Cijfers zijn tenslotte objectief, toch? De cijfers misschien wel, maar tabellen en grafieken zijn niet altijd zo objectief als dat ze lijken. In deze video leggen we je de trucjes uit die politici uithalen om cijfers zo te presenteren dat hun eigen boodschap goed naar voren komt. In uitspraken van politici over cijfers gaat het heel vaak over stijgingen en dalingen. Hoe heftiger, hoe beter. Eén ding wat je je dan moet afvragen is: hoor ik een beginpunt in deze uitspraak? Dat is namelijk heel erg belangrijk voor een stijging of daling. Een stijging of daling is namelijk niets meer dan een vergelijking van twee getallen. Neem deze grafiek bijvoorbeeld. Hierin zie je de winststijging van de Nederlandse bedrijven over de afgelopen 40 jaar. In het algemeen is er dus een stijging te zien vanaf de start van de grafiek, het jaar 1980. Om dat stijgingspercentage te berekenen, vergelijk je de getallen van 1980 en 2019. Het verschil daartussen in procenten is die stijging. In dit geval dus zo'n 400%. Maar wat je ook kan zien is dat het heel erg schommelt. De winsten gaan dus niet de hele tijd omhoog. Sterker nog, als we 2010 als beginpunt nemen, lijkt het juist dat de winst van de bedrijven daalt. Deze twee grafieken zijn dus gebaseerd op dezelfde cijfers. Maar als je ze zo naast elkaar zet, dan zie je dat ze alle twee een heel ander beeld geven van hoe goed het gaat met de Nederlandse bedrijven. De SP gebruikte deze cijfers om te zeggen dat de winsten van de bedrijven de afgelopen jaren met 400% waren gestegen. Maar wat betekent de afgelopen jaren? 2 jaar? 5 jaar? Dat mag iedereen zelf bepalen. En dat terwijl het beginpunt van zo'n stijging de cijfers enorm kan veranderen, zoals we net zagen. Met zulke vage uitspraken kunnen politici je dus flink om de tuin leiden. Maar ook al zegt een politicus het beginpunt erbij, dan kan het alsnog een slinkse weergave van de werkelijkheid zijn. Zie bijvoorbeeld deze grafiek die Sharon Dijksma, toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, deelde op Twitter. Vanaf 2013 daalt de werkloosheid. Maar als je iets eerder begint, dan zie je dat in de jaren hiervoor de werkloosheid juist steeg. De verandering is dus niet zo consistent als dat Dijksma het doet lijken. Over dit beginpunt is heel erg goed nagedacht. Maar er zijn nog meer manieren om met cijfers te rommelen. Ook bij deze grafiek is een slimme truc uitgehaald. Emiel Roemer, toenmalig lijsttrekker van de SP, deelde deze in 2017. Hier zie je een hevige stijging van de huurprijzen. De lijn lijkt wel 2 keer zo hoog geworden. Hierdoor lijkt het alsof de huurprijzen ook 2 keer zo hoog zijn geworden. Maar als je naar de getallen kijkt, is dat helemaal niet zo. In deze grafiek is ervoor gezorgd dat de verticale as niet met 0 begint, maar met 430. Deze truc werkt als een soort vergrootglas. Hierdoor kan een verandering heel groot lijken, terwijl dat niet per se zo is. Als we kijken naar de bron van deze data en daar een grafiek van maken die wel op 0 begint, dan zie je dat de stijging lang niet zo erg is als dat Roemer mensen wou laten geloven. Dingen groter laten lijken dan dat ze zijn is een truc die ook bij andere soorten grafieken voorkomt. Forum voor Democratie deed dit namelijk met staafdiagrammen. Bij deze staafdiagrammen over het Oekraïne-referendum lijkt het alsof de rode balk wel meer dan 2 keer zo groot is als de groene balk. Maar die balkjes laten 39% en 61% zien. Die liggen dus veel dichter bij elkaar. Als je deze balkjes op schaal namaakt, dan zie je dat het verschil niet zo groot is als hoe Forum het presenteert. Dus, als je een politicus weer eens met cijfers en grafiekjes ziet strooien, onthoud dan dat ze dat altijd met een bepaald doel doen. Zorg dat er voortaan alarmbellen bij je afgaan als je enorme stijgingen ziet in grafieken of bij uitspraken als de afgelopen jaren. Zo ben je een stuk beter bewapend tegen misleidende statistiek.